Goedemorgen, avond, nacht. Het is vandaag zaterdag 23 september en ik zit in de auto onderweg naar Ivana. Het is op dit moment 2:15 s'nachts. En denk je vast, wat de fuck doe jij in de auto? Ja, we gaan naar Parijs. En dat betekent dat wij om 2:45 worden opgehaald door een touringcar. Dus ik ben nu op weg naar Ivana. Ik rij echt bijna de straat in van Ivana. En dan gaan we naar Parijs. We gaan met slangen reizen. Dus we gaan gewoon met de bus lekker 4-5 uurtjes naar Parijs rijden. Hebben we daar 9 uur vrije tijd. En daarna gaan we weer terug naar Nederland. Dus we blijven daar niet. Of tenminste, we overnachten daar niet. En ja, ik heb er super veel zin in en ik ga jou de hele trip gezellig meenemen. Joejoe! Wij zijn in Parijs. Nee, nog niet in Parijs. In Frankrijk. En we hebben net even omgekleed, want we zagen eruit als twee tokkies. We zijn gewoon met z'n tweeën naar de invalide wc gegaan. En nu gaan we iets eten. En we zijn met best wel veel kwallen en vissen, denk ik. Ik weet het niet. We gaan het zien. Ik heb er zin in. En daarna gaan we gewoon lekker kijken wat we gaan doen. Toch? We weten nog niet hoe laat we worden opgehaald. Het is nu in ieder geval 9:50. Waarschijnlijk worden we tussen 8 en 9 uur 's avonds echt opgehaald. En ik heb gezegd dat wij studenten uit Parijs zijn. Om korting te krijgen. Goeie, hè? Ik weet niet, volgens mij lees je te chillen. Maar we zijn dus in het aquarium. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat u ons dit niet teleurstelt. Want ondanks de korting waren de kaartjes nog best wel op tijd.
dat een beetje tegenviel. En nu gaan we naar de Louvre en gaan we hopen op leuke souvenirtjes. Ja, we moeten deze kant op, want we moeten naar Karel. En ja, dan gaan we lekker shoppen. Want mijn kaartje, onze allebei de kaartjes werkte dus niet. Om een of andere manier. En ja, Ivana was sowieso haar kaartje al kwijtgeraakt op het spoor. Ik weet niet of ik dat al had gezegd, maar toen moest een nieuw kaartje kopen. Maar in ieder geval, kaartje erin deed het niet, kaartje erin deed het niet. En toen ineens deed het bij Ivana wel, bij mij niet. Toen ben ik naar de andere kant van de metrostation gelopen. En toen deed hij het wel en toen waren we elkaar dus kwijt. En we hebben elkaar denk ik een kwartier lang lopen zoeken. Maar we hebben elkaar gevonden. En daar is onze metro, dus daar gaan we nu in. Wij zitten hier. Hier? Ja, hier ergens. Bij een cafeetje. Want de bus die heeft besloten om 10:00 pas te komen. Want er is vertraging in Disneyland. Dus wij moeten ons er nou een uur langer vermaken. Dus we zijn maar echt gezeten en we hebben het echt heel koud.